Mogelijkheden worden bekeken om de voorzitters en ondervoorzitters van de resortraden een betere toekomst te geven. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport deed deze mededeling gisteren tijdens de behandeling van de wet staatsbegroting. De bewindsvrouw merkt op dat de inzichten van DNA-leden op dit vraagstuk zullen worden meegenomen. Het geachte lid Mohab Bali vraagt naar een extra vergoeding voor de voorzitter van de RR en ondervoorzitter van de RR. In ieder geval willen we dus dan zitten met de deskundigen van het ministerie om te kijken als er mogelijkheden bestaan om het te doen, om het in te voeren. Dan zullen we dat zeker meenemen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft afspraken met het ministerie van Financiën en Planning ten aanzien van de huishoudens die geen tegemoetkomingen hebben gekregen als schadevergoeding op de overstromingen van 2022 in het achterland. Maar ik denk dat het ligt omdat de meeste van de mensen geen ID-kaart hebben of bankrekening hebben en het directoraat regionale ontwikkeling heeft reeds afspraken met het ministerie van Financiën, waarbij dus de mensen kunnen overgaan tot het uitbetalen. Het wachten was dus op een brief vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Maar ik geef dus de juiste, het juiste verhaal in de tweede ronde. De minister ging ook in op vragen van het assembleelid Ronnie Asabina die opheldering wilde over het grondenrechtenvraagstuk. Ze stelt dat vele ontwikkelingen met betrekking tot dit vraagstuk niet aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport liggen. Er is een commissie die bezig is met de wetgeving en wacht intussen op de voordracht in de Nationale Assemblee.